Natuurlijk wel heel bijzonder dat wij hier op deze zaterdagochtend bij elkaar staan. Het is eigenlijk al heel lang gebruikelijk in Leiden dat een burgemeester op bezoek gaat bij iemand die 100 jaar is. En in 2003 vond het college dat dat toch wel heel veel gevraagd was van die burgemeester. Die hebben toen besloten om voortaan alleen bij een 100-jarige, een 105-jarige, een 110-jarige, een 115-jarige, een 120-jarige, een 125-jarige op bezoek te gaan. Dat was precies het moment dat hier in Leiden het referendum voor burgemeester werd georganiseerd. Dus voor mij was het een schot in open doel om op dat moment te zeggen, ik kom weer ieder jaar. Maar de heer Moerman is hier vandaag omdat hij gewoon 100 is. En dan komen we altijd. En normaal is dat heel rustig bij elkaar, soms wat familie bij elkaar, maar vanochtend is er ontzettend veel bezoek. En dat heeft natuurlijk een reden. Het heeft een reden omdat de heer Moerman bij heel veel mensen enorm bekend is. Hij is natuurlijk hier in Leiden als makelaar al heel lang bekend. En er zijn al diverse mensen die hier op dit rijtje gewoond hebben, die mij de afgelopen dagen daarover hebben aangesproken, die dat ook wisten. Dat vond ik ook wel heel erg mooi. Maar hij is natuurlijk vooral ook bekend omdat hij altijd bij alle veteranenbijeenkomsten aanwezig is. Met zijn prachtige historische cap op. En hij is natuurlijk vooral ook bekend vanwege de inzet die hij heeft gepleegd bij Ypenburg. De slag om de residentie, de mensen die dat niet allemaal scherp hebben. Duitsers die luchtlandingstroepen neerlieten komen rondom Den Haag om de regering, de koningin te pakken te krijgen. Al op die eerste dag in mei, 10 mei 1940. Ze hebben inderdaad de vliegvelden geheel en gedeeltelijk weten te veroveren, maar het plan is volstrekt mislukt. En Ockenburg is heroverd, net zo goed als de andere vliegvelden. En de heer Moerman was een van de mensen die daadwerkelijk de aanval tot herovering heeft ingezet. En dat is dus gelukt. En hij is er nog steeds bij. En wat ik zo mooi vind, en dat is vind ik echt een heel prachtig gebaar. We zien hem heel vaak bij alle veteranenbijeenkomsten en heeft hij altijd een bord voor zijn buik. En de eerste keer wist ik eigenlijk niet zo goed wat ik daarvan moest denken en ik begreep het ook niet. Totdat ik met hem gesproken had. Ik heb met hem gesproken en toen had ik in de gaten. Dat zijn de gevallen kameraden. Gevallen kameraden, die wilden die op deze manier eren. Die waren niet bij die bijeenkomst. Die konden er niet bij zijn. En dat is natuurlijk prachtig dat hij dat doet. En eigenlijk heeft zijn hele leven in het teken gestaan dat hij niet voor zichzelf leefde. En zo mag je dat ook wel zeggen, want niemand onze leeft voor zichzelf alleen. Dank u wel. Dat noem ik altijd de dag der verschrikking. Even te hebben dan.
Meneer Bloem, maar voordat ik zo meteen het woord aan de recht. Ik zal eerst de Grenadiers van Varen nog een muzikaal stukje ter voren brengen. Iets gevonden. Ik sta hier vandaag namens de Bataljonscommandant. Die is er niet bij, die is gisteren op uitzending vertrokken. Maar we hebben een passend cadeau voor u vandaag. En ik lees even voor. Geachte heer Moerman, u vocht tijdens de meidagen van 1940 schouder aan schouder met uw kameraden aan het front van Ypenburg om de integriteit van ons vaderland te beschermen. Uw daar getoonde moed en volharding zijn voor ons, officieren, onderofficieren en manschappen van het garderegiment Grenadiers en Jagers, tot op de dag van vandaag een enorm voorbeeld van gevechtsbereidheid en opofferingsgezindheid. Door de wijze waarop u de ons ontvallen regimentsgenoten gedenkt en met u meedraagt, toont op indringende wijze aan dat zorg voor je dierbare kameraden, waarmee zoveel is doorstaan, een leven lang voortduurt en zelfs daaraan voorbij. De namen van de gevallen kameraden op uw borst tijdens herdenkingen en ceremoniën vervullen ons met trots en respect. Voor uw moed, kameraadschap en aan uw kameraden gewijde trouw en voor uw betrokkenheid bij alle grenadiers en jagers zijn we u dank verschuldigd. Het is mij een grote eer en genoegen u daarvoor te waarderen met het toekennen van de regimentslegpenning en het daarbij behorende erelidmaatschap van het garderegiment Grenadiers en Jagers. Thank you.
honderd jaar. Dit is een man. De is gisteren op de kiep afgelopen. Ja. Dit gevoel wel de week Utrecht. En daarvoor? Ben nog niet helemaal klaar? Harry? Zo'n hel ben ik niet, maar hoe ik doorleefd heb hoor, wat ik gezien heb hoor. Maar ik zal me niet over mijn ondeugendigheden. Dat hoeft niet. Als de straf, is verjaard, dus precies. Ja. Geven en vergeten. Ik krijg nog een fles bessen in van de veteranen.
Ja, voor vandaag hebben we vast een bloemetje voor jullie. En ik kom nog een keertje op het bestje bij de kamer. Heel erg. Namens ons allemaal. Namens allemaal. Ja.